Ja, God kijkt in de spiegel en ziet zichzelf. Echt, zijn we allemaal elkaars spiegel? Wij zijn allemaal elkaars spiegel. We zijn allemaal goddelijke weerspiegelingen. Ja. Ja. En dat is ook denk ik waar we naar zoeken in dit leven. Dat we onszelf weerspiegeld zien. Dat we die liefde weerspiegeld zien in de ander. Dat zijn wonderen. Vanuit een niet zo gelukkige jeugd hebben mijn zus en ik altijd tegen elkaar gezegd van, al ben je nog zo verdrietig, dans. Want als je dans, weet je, dat merk je ook, als je dans en je luistert naar muziek, dan ineens verdwijnt dat verdriet. Dus ik heb altijd gedanst in vreugde en in verdriet. En op een goede dag stond ik eigenlijk in mijn kamer te dansen. En ik had ineens zoiets zo van, oh God, geef mij alsjeblieft iets waarin ik alles wat ik heb geleerd qua spiritualiteit kan combineren met dans en muziek. Ja. Vertel, wat gebeurt hier allemaal? Wat hier gebeurt? Ja. We zijn hier bezig met het maken van promotievideo's. Die ik wil gaan plaatsen op social media. En die de uitgever kan gaan gebruiken voor een boek wat ik heb vertaald. Samen met een Turks vertaalster. Ik heb een boek vertaald van een Turkse schrijfster, Melahat Ürkmez. Het boek heet Goddelijke Weerspiegelingen. Mooi. Ook al ben jij niet, ben ik niet. Alle twee zijn wij. En ben jij. Hé, ongekende schoonheid. Ik verkeer in een toestand waarin ik zie dat jij mij bent. Of ben ik jou? Ja, er staat heel veel in wat ik van tevoren niet wist, omdat dit echt gaat, heel erg gaat over de rol van Shamsuddin. En op een of andere vreemde manier is dat toch altijd een beetje onderbelicht in onze maatschappij. En ik ben meteen geraakt geweest door de energie van Shamsuddin, omdat Shamsuddin die was van dik hout zag mijn planken, hoppa, kabam, een hele strakke, directe energie. En ik denk dat ik dat ook ben. Dat ik zelf ook heel erg direct ben. Dus dat ik daar een bepaalde aansluiting bij heb gevonden. Die in dit boek eigenlijk nog veel duidelijker voor mij werd. Waarom ik mij zo aangetrokken voel tot de meester van Rumi. En Shams is eigenlijk dan de spiegel? Eigenlijk zijn ze elkaars spiegel. Thank you.
eigenlijk gaat het over de mystieke islam. En eigenlijk gaat het over het gedachtegoed van het soefisme. Dus het gedachtegoed van liefde. Om dat in de wereld te brengen. Daar gaat dit boek over. En het gaat eigenlijk over twee mensen die in een lang verleden leefden, rond 1200. En dat was Shamsuddin Tabrizi en dat was Mevlana Rumi. En het gaat eigenlijk over hun ontmoeting. En eigenlijk over hoe ze hun hele leven lang hebben gezocht om hun liefde weer spiegel te zien in iemand. En ze hebben gezocht en gezocht en op een goede dag ontmoeten ze elkaar op de straten, in een stad, in Turkije, in Konya. En toen zijn zij 40 dagen in afzondering gegaan. En toen hebben zij heel veel met elkaar gepraat. En toen heeft Shamsuddin Tabrizi, heeft Mevlana Rumi eigenlijk nog meer geleerd over wat liefde was. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die liefde in de vorm kon worden gegoten. Dus die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er iets in Rumi is opengegaan. Waardoor hij gedichten ging schrijven en waardoor hij ging wervelen van vreugde. En gedichten schrijven van liefde. En het boek gaat over deze ontmoeting. Maar wat ook heel bijzonder is, is dat het boek ook gaat over de vrouwen in het leven van deze twee mannen. En hoe ook deze vrouwen hun hebben geopend om nog opener te worden voor liefde. Ah, dat is interessant. Dat is van Rumi en Shams, dat wist ik. Dat wist iedereen. En die noemden elkaar ook geliefden. In ieder geval Rumi noemde Shams zijn geliefde. Ja. Ik vroeg me al af, hoe zat het dan met die relatie? Want het zijn twee mannen inderdaad. Ja. Maar ze hadden ook nog vrouwen. Ja, ze hadden vrouwen. Oh. Ja. Ja. Meerdere? Meerdere vrouwen. Ja? Nee, ze hadden hele monogame relaties. Shamsuddin die is eigenlijk altijd alleen geweest. Die is wel verleidingen op zijn pad tegengekomen. Oh. En er is ook een vrouw die hij op reis eigenlijk naar Konya, dus op het zoek naar Rumi, dat hij haar tegenkwam. En die vrouw die werd enorm verliefd op hem. En Shamsuddin geloofde eigenlijk niet in speciale liefde. Shamsuddin geloofde van, hè, er is niet één persoon waar je van houdt. Ik hou van alles en iedereen. Ja. Dus die speciale liefde, dat was niet waarvoor hij is gevallen. Maar deze vrouw heeft hem wel degelijk geraakt. Want op het moment dat zij dat bekend werd dat zij stierf, toen heeft hij gewerveld vol verdriet. En dat wordt ook allemaal in dit boek beschreven. En als je het over Rumi hebt, Rumi had vele vrouwen in zijn leven, maar één echte geliefde. En dat was Kera. Oh. Kera Katoen. Dat wisten we nog niet. En toen Shams eenmaal in Konya was, toen werd hij verliefd op de dochter van Rumi. Oh. En dat is Kimia. Oh. En toen opende hij zijn hart zich op een ander level. Want heeft hij toch gekozen voor een echte relatie. Ondanks dat hij niet zozeer dacht aan een speciale relatie, is hij toch gegaan voor Kimia. En met Kimia had hij een enorm liefdevolle relatie. En Kimia is helaas gestorven. Ook dat verdriet heeft hem enorm aangeraakt. Oké, en dat was allemaal nog in de tijd dat Rumi en Shams op geliefde waren. Ja. En Shams sprak tegen Rumi. De leer van goddelijke liefde onderscheidt zich van andere leringen. Goddelijke liefde is een hulpmiddel waarbij je de geheimen van Allah ontdekt. Dat heb ik goed begrepen. Je bent ongeduldig omdat je Allah wil zien. Je vergeet te eten en de kleur van je gezicht wordt bleek. En je vergeet te slapen. En je dient de slaap uit je ogen te wrijven. Je hebt met name geduld vanuit het hart nodig.
Er is een schatkist die in de grond is verborgen en begraven. Deze schatkamer is verborgen voor zowel niet-gelovigen als gelovigen. We hebben gezien dat deze geheime schatkamer gevuld is met goddelijke liefde. We hebben hele onaangename gewoonten en gedragingen opgegeven in een poging om deze geheime schatkist te verkrijgen. Je was al een volwassen persoon toen we elkaar in de straten van Konya ontmoetten. Maar nu heb je goddelijke liefde ontdekt die verder gaat dan liefde. Ik ben een spiegel voor je geweest en heb je unieke schoonheid bekeken die bestaat in je wezen, in de spiegel. Je hebt je ware zelf ontdekt die vanaf nu in je geest bestaat. Je bent verliefd geworden op je eigen schoonheid in de spiegel en je eigen unieke schoonheid is alleen de weerspiegeling van Allah. Ik zie goddelijke essentie waarmee het hele rijk van bestaan omvat. Ik ruik de geur van jezelf verliezen en verenigd zijn in eenheid voorbij het universum en de schijnbare wereld. Ik ben betoverd door de wijn van ongelooflijk plezier, vreugde. Prachtige gevoelens in mijn innerlijke wereld sudderen om gekend te worden door mijn gevoel. De essentie die je ziet is de substantie van goedheid. Dat ben jij. Het staat buiten kijf dat ik een spiegel ben geworden voor een unieke essentie als jij. Hoe gelukkig ben ik? Laten we opstaan, Rumi. Laten we opstaan en in onze vreugde rondwerven voor de dankbare zegeningen die ons ten deel vallen. Thank you.
Shamsuddin was duidelijk een leraar en dat was duidelijk iemand die iets had over te brengen. Die zijn warmte, zijn licht, zijn liefde, dat hij dat kon overdragen. En hij heeft dat in een overdracht gedaan naar Rumi. Maar dat kan alleen maar als hij die liefde weer weerspiegeld ziet. Dus Rumi is in dit geval de maan waarin hij zijn liefde eigenlijk kon weerspiegelen, zodat dat weer naar hem terug kan en dat dat één werd. Dus dat is een liefde die gaat eigenlijk boven menselijke liefde, dat is goddelijke liefde. Dus als je spreekt over de geliefde, dan heeft Rumi het eigenlijk over Allah. Ja. Snap je? Dus Shamsuddin is eigenlijk een reflectie van Allah, van de liefde, een uitdrukking van de liefde van Allah. Dus hun liefde was niet homoseksueel. Wat veel mensen denken, van hoezo hebben die mannen 40 dagen in een afzondering en samengezeten. Maar dat was puur om die overdracht te geven vanuit Shamsuddin naar Rumi. Om zich nog meer te openen. Om zich uiteindelijk in vorm uit te kunnen drukken. Dus eigenlijk was Shams zijn leermeester? Ja, dat was zijn sheikh. Dat was zijn leermeester. Oh. Ja. En Rumi is daarna nog lang blijven leven, maar Shams niet, hè? Daar zijn verschillende verhalen over. De vrouw die dit boek heeft geschreven, ik durf te zeggen dat zij behoorlijk historisch onderlegd is. Zij geeft niet aan dat er sprake is dat hij snel is overleden. Maar hij is wel verdwenen. En hij is eigenlijk verdwenen om verschillende redenen. De mensen in Konya, de leerlingen van Rumi, toen Shamsuddin kwam in Konya, ging al hun aandacht, werd ineens minder die ze kregen van Rumi. En daar waren ze eigenlijk een beetje jaloers op, want ze wou Rumi voor zichzelf. Yeah. En Shamsuddin die eiste eigenlijk heel die liefde op. En daar waren ze niet zo blij mee. Dus hij werd op een bepaalde manier werd hij ook niet lief gehad door de mensen in Konya. Yeah. En hij verdween een eerste keer. En toen heeft Rumi er echt alles aan gedaan om hem terug te vinden en hem terug naar Konya te halen. En zelfs zijn leerlingen gingen Shamsuddin mee helpen zoeken, omdat ze zagen hoeveel verdriet Rumi hiervan had. Maar uiteindelijk is Shamsuddin weer verdwenen. En je zou kunnen zeggen dat die verdwijning ook nodig was, want als je het hebt over persoonlijke en onpersoonlijke liefde, was het voor Rumi ook nodig om het niet persoonlijk te maken, maar te zien dat zijn leermeester hem liefde kan brengen, zodat hij die liefde ging verspreiden. Maar dat het niet alleen maar op die focus van zijn leermeester blijft liggen, maar dat hij verder gaat. Dus dat hij op zichzelf staat. En misschien dat hij nog harder gaat branden. Ja, want dat is eigenlijk wat Shamsuddin onderwijst, zo van brand nog harder, word weer verliefd, word waanzinnig, brand nog wat harder, wervel nog wat meer. Weet je, stel je hart nog meer open. Want wil je de liefde bereiken, ja, dan zul je nog harder moeten branden. Ja. Okay. Want anders blijft het maar een beetje oppervlakkig en dan bereik je die liefde nooit. Want liefde is alles. Het moet een soort verlangen zijn. Het moet een enorme drive, een enorm verlangen zijn wat steeds groter wordt. Maar wat uiteindelijk het persoonlijke overstijgt. Dus de dingen van een relatie met iemand hebben. Nee, het gaat veel verder dan dat. Het is niet verkeerd om een relatie met iemand te hebben natuurlijk. Hè? Dat is niet wat ik hier sta te verkondigen. Maar het gaat er wel over dat alles, alle mensen, alle dingen bevatten liefde. En je kunt je, God drukt zich uit in alles en iedereen in zijn liefde. Dus om dat totaal te kunnen omvatten ook, ja, zul je dus ook alles moeten gaan ontdekken. En dat betekent ook dat je soms pijn wordt gedaan. Want als je niet durft, dan blijf je gesloten. En dan word je nooit die roos die zich gaat openen. Ja. Ja. En een roos zit er ook door. Dus je kunt je af en toe ook prikken. Ja. En hoe is het voor jou zelf? Heb je er ook iets mee? Ken je het? Herken je het? Ja, ik heb vele malen heftig verbrand geweest. Echt vele malen. En ik voel ook in mijzelf dat mij dat steeds verder heeft geopend. En dat het ook een soort zoektocht in mij heeft aangewakkerd. Zo van, waarom moet ik iedere keer lijden? Waarom voel ik me zo rot? Waarom moet ik dit meemaken? En van daaruit ben ik wel gaan zoeken. Want ik geloofde ergens toch, was ik een aantal malen aangeraakt met liefde. En ik had zoiets, dat moet veel omvattender zijn dan wat ik nu heb beleefd. Dus ik ging zoeken.
En zo ben ik uiteindelijk ook op dit pad terechtgekomen om te gaan zoeken. En ook daar heb ik me verbrand. Ja? Ja. Meerdere malen. Ja, heb je het wel gevonden? Hierin. Heb je het hierin gevonden? Nou, ik zal je zeggen, dat was een dag en ik hou ontzettend van dansen. En vanuit een niet zo gelukkige jeugd hebben mijn zus en ik altijd tegen elkaar gezegd van... al ben je nog zo verdrietig, dans. Want als je dans, weet je, dat merk je ook. Als je danst en je luistert naar muziek, dan ineens verdwijnt dat verdriet. Dus ik heb altijd gedanst in vreugde en in verdriet. En op een goede dag stond ik eigenlijk in mijn kamer te dansen. En ik had ineens zoiets zo van, oh God, geef mij alsjeblieft iets waarin ik alles wat ik heb geleerd qua spiritualiteit kan combineren met dans en muziek. En eigenlijk een week daarna was mijn zus ook trouwens bij mij op visite en keken wij een documentaire van Oprah Winfrey. En daar was een vrouw met hersenletsel en die kon niet wervelen. En die was bij een sheikh in Konya. En hij leerde haar dat je ook innerlijk kunt wervelen. Dus je hoeft niet alleen maar uiterlijk te werven, maar je kunt ook innerlijk werven. Die vrouw kon niet lopen. En nadat ze dit een jaar had gepraktiseerd, kon zij wel lopen. En ik was meteen getriggerd, want ik werkte op dat moment met mensen met hersenletsel. En ik dacht, dit moet ik gaan uitvinden, want ik ben geïnteresseerd in hoe kun je genezen. Ik denk, dit moet ik gaan uitvinden. Dus toen ben ik een zoektocht gestart naar iemand die mij de dans zou kunnen onderwijzen. En zo ben ik uiteindelijk eerst bij een leraar terechtgekomen in Eindhoven. En die heeft mij de basis geleerd. En toen wou ik eigenlijk nog meer van het gedachtegoed erachter weten. Toen heb ik een sheikh gevonden uit Rotterdam. Die heeft mij nog verder begeleid. En uiteindelijk ben ik ook in Konya terechtgekomen bij de sheikh. Die ook in het filmpje, zeg maar, deze vrouw innerlijk leerde wervelen met hersenletsel. En toen was voor mij de cirkel rond. Wauw, mooi. Ja. Bijzonder, hè? En ik ben, toen ik jullie nog niet kende, op zoek geweest naar vrouwen die wervelden. Die waren dus eigenlijk in de buurt te vinden. Mooi, hè? En doe je het vaak? Ja, ik wervel eigenlijk iedere dag. Ja? Als een vorm van meditatie? Als een vorm van meditatie, maar ook heel vaak als een vorm van vreugde. Maar ook als ik verdrietig ben. Ja. Dus gewoon, iedere dag eigenlijk komt voor. Ik wervel ook gewoon als ik wandel. Ja? Ja, dan vind ik dat lekker. Dan ben ik aan het wandelen in de natuur. En dan kan dat ook als ik bevangen word door alle prachtigs om mij heen. Dan kan ik ineens spontaan gaan wervelen. Dus je voelt je ook wel een beetje roemie eigenlijk? Ja, ik voel me eigenlijk meer als een onschuldig kind dan, denk ik. Ja. Dat is mooi. En dat boek kwam op jouw pad en jij besloot van oké, ik ga het vertalen of zo? Nou ja, het kwam eigenlijk zo op mijn pad dat de schrijfster was eigenlijk op zoek naar een Europees iemand die het boek zou kunnen vertalen. Zodat het een brug zou gaan vormen tussen het oosten en het westen. Want ze had zoiets van, de mensen weten eigenlijk nog zo weinig van het leven van Shamsuddin. En ze weten zo weinig van de vrouwen in hun leven. Dus zij zocht een vertaalster. En ik ben benaderd door iemand die het wel in het redelijk Engels zou kunnen omzetten. En die heeft mij op een gegeven moment een bladzijde gestuurd van, nou, kijk eens of je het interessant vindt. Ik vond het erg moeilijk toen het Engels was niet van ons Engels, om het zo maar te zeggen. En ik ben dat eerst gaan omzetten in het Nederlands en toen terug naar het Engels. Maar toen had ik de eerste bladzijde gehad en ik dacht, ik moet weten hoe dit verhaal verder gaat. En zo ben ik eigenlijk 10 bladzijden doorgegaan. En toen dacht ik, wil weten hoe dat hele boek gaat. Dus ik zeg, stuur alles maar. En zo zijn wij eigenlijk aan een vertaalproces begonnen. Wat uiteindelijk en in het Nederlands en in het Engels is vertaald. En inmiddels is er iemand bezig met de Persische vertaling. Is er iemand bezig met de Franse vertaling. En zijn ze in Amerika bezig met een filmproject om een korte film te maken van dit boek. In Turkije leeft dit al veel langer. In Japan kennen ze dit boek ook al. Dus er is ook een Japanse vertaling van. Maar niemand kent hem nog in Europa. Dus.
We zijn allemaal goddelijke weerspiegelingen. Ja. Ja. En dat is ook denk ik waar we naar zoeken in dit leven. Dat we onszelf weerspiegeld zien. Dat we die liefde weerspiegeld zien in de ander. Dat zijn wonderen. Zoals je vertelde. Dat heb ik niet opgenomen, maar dat stukje over dat we allemaal golven zijn van de zee. Ja. En dan bij wijze van spreken het puntje wat zich niet realiseert dat die de hele zee is. Ja, precies. Zo'n soort verhaaltje. Een druppeltje in de oceaan, ja. Ja, precies. Oh, dat zegt Roemie ook. Ja. Ja. En we zijn dus... Ja, die entire ocean in a drop, ja. Ja. Ja, dus we zijn ons eigenlijk niet bewust van dat we allemaal dat ene zijn. We zijn allemaal één. En we zijn allemaal uitdrukkingen van die ene. Ja. Dus iedereen is ook eigenlijk goed zoals die is. En iedere uitdrukkingsvorm is goed zoals die is. Behalve als wij er een oordeel aan hangen. Ja, dan ineens, dan ontstaat er verschil. En dan zitten we in die dualiteit. Ja, maar dat is verschil van de buitenkant van de oppervlakte. Niet juist. Ja. Daaronder zit gewoon... zit een andere laag. En ik denk dat dit boek, dat heb ik tenminste zelf echt zo ervaren toen ik het aan het vertalen was. Ik denk dat die transformatie naar, naar dat gevoel van eenheid, dat die dat kan losmaken in de mensen die dat lezen. Ah. Omdat het echt die weg beschrijft van het verlangen, het zoeken en uiteindelijk het vinden. En niet langer te hoeven zoeken. Terwijl je het leest, word je eigenlijk... Ja, je wordt echt aan de hand genomen van Shamsuddin om je te transformeren. Om eigenlijk je ego af te leggen tot niets te worden. En alles te zijn in die eenheid. Ja. Oeh. Oeh. Wat willen we nog meer? Ja. Mooi, dankjewel. Laat je zorgen los en wees volkomen oprecht. Als het gezicht van een spiegel die geen afbeeldingen bevat. Als je een heldere spiegel wilt, zie jezelf. En zie de schaamteloze waarheid die de spiegel weerkaatst. Als metaal gepolijst kan worden tot een spiegelachtige afwerking. Wat voor polijsting zou de spiegel tussen de spiegel en het hart nodig hebben? Het hart verbergt geheimen, maar de spiegel doet dat niet. Shams Tabrizi. Amen.